Het zonnetje schijnt weer. Dus ik ga lekker op mijn bedje liggen met mijn bikini aan. Het is zo ontzettend fijn om daarmee de dag te beginnen. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Je ziet het goed, ik ben aan het wandelen. Het is het nieuws. Ik ontdek elke keer weer nieuwe dingen in de quarantaine. Het is ook nog gezegd heel vroeg. Het is 9 uur. Dat is voor mij heel vroeg. En dacht ik ga ervoor vandaag. En eigenlijk is mijn doel om dit elke dag even te doen. Een rondje lopen. Want ik ben erachter gekomen dat ik echt een lui varken ben geworden. En dat snap ik wel. Want het is heel leuk dat ik 1 workout op een dag doe. En dan niet eens elke dag. Maar de rest van de dag zit ik op mijn luie reet. Dus ik heb me voorgenomen dat ik iets meer beweging ga opzoeken. En dan niet per se in sporten, maar ook gewoon in wandelen. Oh, ik heb net heerlijk in het zonnetje gelegen. Echt heerlijk, ik viel bijna in slaap en het was echt amazing. Vanochtend heb ik dus lekker gewandeld, wat ook echt mega fijn was. Daarna heb ik nog een workout gedaan. Ik heb mijn video geëdit. Ik heb echt een super productieve dag gehad en daar ben ik echt heel blij mee. De dag is nog niet voorbij, want ik ga nu even naar de kringloop fietsen. Ik wil even kijken of ze daar nog leuke boeken hebben. Of in ieder geval 1 boek die ik kan lezen. En gewoon even rondsnuffelen, want dat vind ik leuk. En mijn camera is bijna leeg, dus ik ga die even opladen. Ik laat straks wel even zien wat ik heb gekocht, als ik iets heb gekocht. Ik ben dus net terug van de kringloop en ik heb niks gekocht. Ik had op een gegeven moment wel 1 boek in mijn handen, maar het leek me toch niet zo heel interessant. En het vervelende bij de kringloop vind ik, is dat je zoveel boeken bij elkaar hebt, dat ik dan gewoon niet weet wat ik moet pakken. Ja, daarom heb ik dus niks gekocht. En bij de kleding was er ook niet echt iets leuks. Maar goed, ik ben er wel weer even tussenuit geweest, dus dat was wel weer fijn. Oh jongens, ik weet niet wat het is, maar ik vergeet altijd te vloggen als ik aan het studeren ben. Ja, dat is logisch, want dan ben ik ook gewoon geconcentreerd op andere dingen. Maar ik heb dus net weer iets van 2 uur gezongen. 1,5 uur, zoiets. En ik vond het echt super chill. Ik heb lekker gezongen, dus daar ben ik heel blij mee. Het is 10 uur, 's avonds, en ik wil nog chillen. Voor je het weet is het alweer 1 uur 's nachts. Goedendag, het is vandaag dinsdag. En het is weer heel mooi weer buiten. Het zonnetje schijnt weer. Dus ik ga lekker op mijn bedje liggen met mijn bikini aan. En chillen. Heerlijk. Ik heb alleen straks pianoles. Voor pianoles moest ik een eigen lied schrijven. En ik heb mijn eigen lied af, denk ik. Wie weet dat hij nog wel wat tips geeft. Van misschien kan je dat nog doen of dat nog doen. Maar in principe heb ik de basis af. Dus ik heb die net even opgenomen met mijn telefoon. Zodat ik hem gewoon aan hem kan laten horen straks. En tot die tijd ga ik even lekker hier liggen. Jongens, ik hou zo van dit weer. Ik hou zo van dit weer. Ik kan er zo van genieten. Ik moet me wel nog insmeren, bedenk ik me nu. Dus dat gaan we eerst doen. Goed smeren, jongens. Ja, hier komt even een advies van mama Pamela. Je moet altijd goed insmeren. Is nou weer mijn camera leeg? Ik heb hem gisteren nog opgeladen. Oké, nou ga ik hem weer een oplader doen, hè? Ja. Hallo, ik heb zojuist een pakketje binnengekregen. Ik film even met mijn telefoon, want mijn camera is nog steeds aan het opladen. Maar ik heb een pakketje van AliExpress gekregen. En ik wilde deze even met jullie delen, want ik ben hier echt, hoop ik, heel blij mee. Wat ik dus heb gekocht is een nieuw bandje voor mijn Fitbit. Dat is mijn horloge. Ik zei laatst tegen mijn moeder van ja, ik weet niet, ik vind die zwarte band gewoon niet zo leuk. En toen zei mijn moeder dus van ja, een collega van mij, die koopt altijd er bandjes voor de Apple Watch via AliExpress. Dus ik ging zoeken of ze het ook voor Fitbit hadden. En dat hadden ze. Dus nu heb ik dit bandje gekocht. Rosé goud bandje. En ik vind dit gewoon veel leuker dan dit. Want ik vind dit gewoon heel grof. Ik dacht ik ga het eerst een keertje uitproberen. Want ze hebben echt super veel leuke designs op AliExpress. Dus daar ben ik echt blij mee. Dus ik ga hem zo meteen even omproberen te doen. Als mij dat lukt. Want het is volgens mij echt een priegelwerk. Nou, ik schrik er een beetje van hoe vreselijk ik eruit zie. Ik zit echt al de hele dag achter mijn laptop. Video's te editen. Vanochtend heb ik weer gewandeld voor de 3e dag op een rij. Dus ik ben echt super trots daarop. Nu heb ik alleen nu alweer ongeveer 3 uur niks gedaan, denk ik. Ik ben bezig geweest met mijn vlog editen en uploaden. En heb nog een andere video geëdit. Ik wilde het er nog even over hebben, over het wandelen wat ik dus nu doe. Ik doe dus nu elke dag
in de ochtend als ik wakker word het eerste wat ik doe is wandelen. De eerste dag heb ik 1,5 uur gelopen en gisteren en vandaag 1 uur. En echt waar, ik kan het echt iedereen aanraden. Het is zo ontzettend fijn om daarmee de dag te beginnen. Ik doe dan vaak gewoon wat rondjes lopen en dan doe ik mijn AirPods in en doe ik een podcast op. En dat is echt zo ontzettend chill. Ik had het al op Instagram gevraagd, maar mochten jullie nog tips hebben voor leuke podcast, laat het zeker even weten. Ik heb nu de afgelopen dagen naar de Avocado Generatie geluisterd. Ik heb ook naar de Boos Corona podcast geluisterd, 1 aflevering. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie aanraders. Ik heb trouwens ook heel vaak de podcast van Romane geluisterd. Dat heet My Inner Glow. Ook echt mega fijn. Maar mochten jullie nog tips hebben voor podcast, laat ze zeker even weten. Want dan ben ik heel erg benieuwd naar. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben vandaag niet alleen. Hoi hoi. Nou, dit is Sabrina, voor als jullie er nog herkennen, zo ja, ver weg. Ja, ik heb gezien op zo'n afstand. Ik ben weer lekker aan het wandelen, 4e dag op een rij. Helemaal blij mee. Maar vandaag dus even een keertje niet alleen. Gezellig. Met gezellig. Voilà, het is vandaag donderdag en het is 30 graden vandaag of zo. Dus mama en ik gaan zo meteen een poging doen om bij het meer te gaan liggen. Maar het schijnt echt mega druk te zijn op de weg. Omdat iedereen bedenkt om naar het strand te gaan of naar het meer of whatever. Dus het is nog de vraag of het gaat lukken. Maar ik hoop het. Want hier in de tuin is het gewoon veel te warm. Ik wilde ook eigenlijk echt naar het strand. Maar het schijnt al helemaal vol te liggen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd. Ben ik gewoon even niet aan toegekomen. Ook niet zoveel nuttigs te vloggen, dus ik dacht ik sla het gewoon even een keertje over. Maar goed, het is vandaag zaterdag en ik ga een rondje fietsen in plaats van lopen. Want dat doe ik nu de hele tijd en nu dacht ik ga nu fietsen op de elektrische fiets, want het waait heel hard. Dus een beetje lui, maar goed, maakt niet uit. Mijn camera is alweer leeg. Ik haat dit. Hi, ik ben er weer. Nou, ik heb dus echt de hele tijd super veel struggles met mijn camera. Want ik denk, ik gebruik zeg maar een nep oplader voor mijn batterij. Eentje van een ander merk dan Canon. En ik heb het idee dat daardoor de afgelopen periode mijn batterij van mijn camera kapot is gegaan. Want hij gaat gewoon super snel leeg. Ik had hem gisteren de hele middag in de oplader. Daarna niet eens meer gevlogd, dat weten jullie, want jullie hebben me niet gezien. Toen was vanochtend mijn camera weer leeg. En dat kan gewoon niet. Dus ik denk gewoon heel erg dat die batterij stuk is. Of die oplader. Maar ja, is echt fucked up. Ik ben sowieso aan het sparen voor een nieuwe camera. Maar ja, die camera kan ik denk ik pas over drie maanden kopen of zo. Dus ja, ik moet het nog wel even een tijdje ook met deze kunnen doen. Maar het is gewoon echt heel fucked up dat die batterij stuk is. Of in ieder geval wat minder goed doet. Nou, ik ben de hele ochtend. Oh, nee, ik heb natuurlijk eerst gefietst. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb iets van, wat had ik nou, 15 kilometer of zo gefietst. En ik heb dan wel op de elektrische fiets gedaan. Dus dan is het ook niet zo heel zwaar. Er stond ook best wel veel wind. Dus dat was wel heel fijn dat ik dat had gedaan. Dus ik ben ongeveer 3 kwartier weg geweest. Dus dat was wel heel chill. Lekker een podcast geluisterd. En ja, dan heb ik toch alvast een beetje beweging gehad op een dag. En daarna heb ik gewerkt aan een video. Daar was ik gisteren en eergisteren ook al mee bezig. Dus daar zit best wel veel werk in. Maar die heb ik nu af en die heb ik geüpload. En nu wil ik eigenlijk straks nog een video gaan editen. En ja, maar het voelt echt heel goed om weer video's te maken en te editen. En nu weet ik weer waarom ik het altijd zo leuk vond. Want aangezien ik gewoon heel lang geen normale video's heb gemaakt naast mijn weekvlogs, was ik ook gewoon bijna vergeten hoe leuk het eigenlijk is om dingen te creëren. De vorige week vlog heeft wel wat opgeleverd. En ik ga zeker weer meer video's proberen te maken en dingen te doen wat ik leuk vind. Ik moet even een confession doen. Ik ben een beetje verslaafd aan Dream School. Ik heb vorige week het nieuwste seizoen bijna in 1 week uitgekeken. En deze week ben ik 2 seizoenen terug aan het kijken. En ik ga ook dat seizoen daarna nog kijken. Die heb ik ook al bijna af. Of nou ja, ik ben op de helft nu, denk ik. Ik kan wel zeggen dat ik een beetje verslaafd ben aan Dream School. Maar het is echt een topprogramma. Het is echt zo leuk. Voor de mensen die het niet kennen. Het is dus een aantal jongeren gaan zeg maar naar Dream School. En het zijn eigenlijk allemaal jongeren die, ja, nou ja, niet heel goed gaan, zeg maar.
die niet naar school gaan of weet ik het wat, drugsproblemen hebben of andere dingen. En die gaan dan naar Dream School om hun leven daar zeg maar te verbeteren. Maar het is gewoon echt zo'n leuk programma. Ik had ook niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden, maar ik ben helemaal verslaafd. Het is gewoon echt heel leuk om te kijken en ik leer er zelf ook dingen van. Dus dat is gewoon echt, ja, heel leuk. Helemaal, het is vandaag zondag en jeetje, wat lijk ik bruin. Ik schrik er zelf gewoon helemaal van. Wow, oké. Nou ja. Het is vandaag zondag. Het is niet weer om bruin te worden. Dat is het enige wat zeker is, want het regent. Dat kunnen jullie misschien wel horen. Maar goed, ik ben nu bij mijn vader. Of tenminste, ik moet er even heen lopen nog door de regen. Want er was geen plek bij de deur. Dus ik moet nu een stukje lopen. Maar oké. En ik ga vandaag niks doen. Maar ik ga gewoon lekker bij papa thuis chillen. Met mijn zusjes en mijn broertje. En mijn broertjes. Mijn andere Wolter komt namelijk ook. Ja, het was eigenlijk het plan dat we vandaag gingen varen. Maar het is niet zo mooi weer helaas. Dus dat gaat hem niet worden. Maar goed, alsnog gezellig. Dus ja, ik ga nu naar binnen. Ik moet lopen door de regen. Ik heb hier geen zin in. Help. Ja, hallo. Ga zitten. Wat denk jij? Je moet al gaan. Ja, ik heb toch niet gehaald. Kijk hoe die eruit ziet op de film. Ja joh, neem de Simon weer. Ga niet voor mijn beeld staan. Ga je dit op Insta doen? Nee. YouTube. Ja. Volg allemaal @ThomasValentijnCroes op Instagram. Tom, ik raak helemaal afgeleid van jou. Ik ben gewoon Insta-famous. Volgers op Insta. Maar waarom wil je zo naar volgers staan, Tom? Dan kan ik live gaan. Kan je nu niet live? Jawel, maar ik vind het leuk om met meer mensen. Dat is moeilijk mee. Ik ben hier niet goed in. Ik vond het andere leuk. Dat maakt niet uit. Als ik dit doe? Nee, nog heel even. Dit duurt een uur, hè? Echt? Nou ja, zo, als jij zo doorgaat wel. Ik heb niet shine. Ja, echt leuk voor de vlog. Ben je nou dood? Nee. En natuurlijk vergeet ik weer de vlog af te sluiten. That's my life. Ja, gisteren was echt ontzettend gezellig. Ik heb echt zo'n leuke dag gehad bij mijn vader. Het was echt heel gezellig. Niet dat we heel veel hebben gedaan, maar het was gewoon echt zo'n heerlijke, chille zondag waarin we niks deden. En gewoon een beetje aan het kletsen waren. Ja, het was echt oprecht super gezellig. Dus dat was heel fijn. Vandaag is het gelukkig weer super mooi weer. So me is happy. Maar goed, ik wil bij deze de vlog afsluiten. Ik heb echt geen idee wat ik deze vlog allemaal heb gedaan. Heel benieuwd wat er tijdens het editen weer te zien is. Want ik heb echt het idee dat ik deze... Ik kan deze hele week gewoon niet meer herinneren. Kennen jullie dat? Dat je een week hebt gehad dat je denkt, ik weet echt niet wat ik deze week heb gedaan. Maar goed, ik zal er snel achter komen als ik deze vlog ga editen. Dus nou ja, in ieder geval, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer natuurlijk even op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!